Morgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag. Het is 2 oktober. En ik ben op het randje boeken. Ik ben hier naar werk gegaan. Om meer redenen die ik net ga vertellen. Kom, Kato! Ik ga van buiten en dan ga ik maar weer het hele huis aan kant maken vandaag, van boven naar beneden. In die volgorde ook het liefst. Dus dat gaan we dan weer feesten. Het is echt net alsof ik geen andere kleren heb dan deze trui, dat ik hem altijd aan heb, maar hij zit gewoon fantastisch. En dat heb ik altijd bij de nieuwe trui. Als hij dan lekker zit, dan trek ik hem ook echt niet meer uit. Even alle dekens gewassen. Ik ga ze dan even opruimen. Dat heb ik met overtrek van de honden. Gewassen. Even laten droog genoeg. En dan een dekken in de droogje. Oké. Gisteren eten, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Oh, goed zo. Ik ga gewoon een melk koffie maken. Ja, we hebben zat in huis, dat is het probleem niet. Maar dan is de vraag: wat wil je dan eten? Ik heb oprecht geen flauw idee. Oh, er zit nog brood in. Dat ga eten. Brood gaan we niet meer worden, want dat is niet goed meer. Dat gaan we gewoon even weggooien. Dan kan ik even naar de winkel waar je broodjes halen. Dan moet ik iets gegeten hebben voordat ik naar de supermarkt ga, anders weet ik wel hoe dat afloopt. Maar dat kan ik wel even doen. Even een bijtje halen uit de supermarkt. Ik heb gewoon geen zin in yoghurt of zo. Dus ik ga even mijn schoenen aantrekken, jas pakken, portemonnee zoeken. Dan ga ik wel even een broodje halen bij de supermarkt. Dan krijg ik binnen. Dus dat. Dat eerst maar even doen. Met alle beestjes hebben we er zo eten. Ga ik even mijn schoenen trekken, jas pakken. En dan ga ik even naar de supermarkt om broodjes te halen. Oké, even mijn schoenen aandoen. Dit matcht wel heel toevallig lekker samen. Dat is die jas van H&M. Kantjes die helemaal uitverkocht is in Nederland. Maar ik had hem niet bij uitgekocht. Fucking chill. In de winkel schijnt hij er ook helemaal niet meer te zijn namelijk. Ik heb gewoon geluk gehad.
Ik ga even snel laten zien wat ik aan heb. Dus de jas van H&M Kansje, super draaivrij, Primark broek. Superstar schoenen, accessoires Apple Watch, oorbellen, ketting en dat is het. Dat heb ik altijd zonder eigenlijk. Dus ik ga even mijn tas pakken. Die heb ik daar neergegooid. Daar zit alles al in. En even mijn autosleutel pakken. En ook even weg. Even ontbijtje fixen voor mezelf. Dat is ook niet mijn sleutel. Lief zijn, hè? De deur goed dicht gedaan. Ja, oké. Okay. Lief zijn, hè, Gijs? Het regen. Auto deur open. Kijken dat het regen is. Zo. Ik zit in ieder geval droog. Dat scheelt alweer de helft. Mijn haar vastmaken, want het ziet er ook echt niet uit. Zo. Licht aan. Ik wil nog even sinaasappelsap gaan halen. En één broodje. Ik heb thuis nog beleg liggen. Ik moet even mee te nemen. Waarom is het altijd als ik in de auto stop keihard gaat regenen? Het slaat helemaal nergens op. What the fuck, man. Maar ook. Het is ook altijd als ik bedenk van, nou, ik kan vandaag wel mijn ups aan doen, dat dan gaat regenen en dat ik ze niet aan doe, dat ik zonde vind omdat ik ze dan verpest. Dat is heel kut, maar goed. Hij houdt ze wel netjes op zo'n manier. Dat is wel een voordeel. Dat is vandaag ook zo'n fout aan. Die zijn van leer, die kunnen tegen de reek. Ja. Maken wat ik vandaag allemaal gedaan wil hebben, dat ik dat gewoon helemaal kan gaan doen, zodat ik aan het einde van de dag kan zien wat ik dan gedaan heb. Oh jee, mijn tas is zwaar. Hij zit vast aan het stuur. Wat een geklummel dat eruit. Kijk maar die emoties. Oké. Ik heb een broodje. En een croissantje. En sinaasappelsap. En dan ga ik nu weer terug naar mijn huis. Dan ga ik eerst ontbijten. En dan gaan we opruimen. Eerst ontbijten, dat is belangrijk. Heel belangrijk. En dan ga ik denk ik. Het is misschien handig als ik eerst boven opruim. Soms zaten wij
dan doorgaan naar beneden. Nee, dat het makkelijkste is. Dan ben je beneden en dan ben je gewoon boven het andere vandaan. Maar het is ook wel echt al 10:30. Omdat ik weer te lang de serie heb gekeken. Ik ben overspel aan het kijken, hè. Maar ze hebben nou dus... Sorry, als mensen overspel kijken, spoiler alert. Skip even door. Ze hebben Willem vermoord. Waarom? Hij maakte die hele fucking serie. En dan ga je je hoofdpersoon vermoorden. En nou vind ik het dus oprecht eigenlijk niet leuk meer. Maar het is dus ook weer zo dat die vriendin van hem denkt dat hij het niet is. Dus dat hij helemaal niet dood is. Dus dan denk je toch weer van, oké, ik vind het nou helemaal kut. Maar misschien moet ik toch blijven kijken. Want misschien leeft Willem toch nog wel. Het is gewoon echt helemaal kut. Wat ik nu heb gekocht is... Hé, hey, Gijs, wat is er? Wat is dit? Wat is dit? Mag ik even? Mag ik even? Ik mag gewoon blijven staan, want ik mag het. De Suya Macchiato van Alpro. Een fles. Zie je op de zak? Doorgezoute notenmelk van Muesli. Van Roos Vizee. Appelrooi vruchten heb ik opgedronken. Even een sandje en een broodje. Ik kon me niet inhouden. Curry salade. En een Red Bull die ik nu kan zetten. Nou, dat is waar. Dat was wat ik kocht. En er zat een kat voor op de telefoon. Toto, wat ben je nou aan het doen? Dus ik ga even alles in de koelkast zetten en mijn broodje smeren. En dan ga ik zo opruimen. Gegeten. Een croissantje heb ik niet gegeten. Ik zit er helemaal vol. Dus die doe ik even in de... Waar komt mijn telefoon in? Hier denk ik, als ik blijf staan, blijft het staan. Dit blijft staan. Die doe ik even in de broodbak. Hey, koffie. Even de rest van mijn spullen in de afwasmachine. Van mijn koffie en mijn chederans. En mijn bordje. God, mijn kopje heukt echt als een malle. De troep van gisteren erin doen. Nou ja, van vannacht eigenlijk. Want ik zat vannacht met mijn zus beneden aan de chocolademelk. Dan hadden we bijna slapen. En mijn moeder had gebeld. Oh, Freddy zit voor de deur. Freddy! Kom maar, Boefie. Die voor de deur wil die altijd naar binnen. Als je nog ondergeert wordt die boos. Dus dat doen we maar niet. En Lotje wilde ook naar binnen trouwens. Dus het is wel irritant dat ik nu maar één hand heb. Want ik moet heen en weer blijven lopen. Maar het is wel beter voor mijn stappen. Dat dan weer wel. Oh, er ligt nog een mes. Oké. Ik ben hier nog niet zo goed in. Alles in de afwasmachine gooien. We die ook weer even aanzetten. Ik heb die straks ook weer uitruimen. Ik of iemand anders, ik maak het er niet uit. Leuk staan, dan past het gewoon niet. Dan gaat de leepoor. Hierin. Hierin. Mest erin. Ik neem altijd aan als er bekers of glazen of zo buiten de afwasmachine staan, dat die er dan gewoon in moet. Of het een goede aanname is, I don't know. Dus deze is gewoon. Ja, die is gewoon. Dat is top.
ook nog een mes. Je ziet zo vaak van die gemeentebusjes rijden, maar eigenlijk doen ze gewoon helemaal geen flikker. Want het ziet er overal nog steeds niet uit. Ik snap dat wel zo goed. Oké, doen we even verder. Staatwastabletje erin. De hondendek met de uithaler. En dan de hoes omheen duwen. Hey Jackie! Was heb ik al boven staan en dat is opgeruimd. Dus we gaan nu open het plafond aan. Aan de kant waar ik tegen het plafond aan ben gelopen zit hier nou één zieke ader hier. What the fuck? Fucking weird, maar goed. Ik ben bijna klaar met de kamer van mijn ouders. De kamer van mijn broertje doen, denk ik. Dan de hal doen. Het is echt intens. Kijk dan. Hier. Oh, maar ze door. Eén zieke ader hier. What the actual fuck. En hier heb ik mijn kop gestoten, dus. I don't know. Just don't know. Ik ga dit denk ik even afmaken. Dat opruimen. En dan ga ik toch een partij slapen, jongens. Is niet normaal. Maar ik kom een heel eind, gelukkig. Altijd laat ik niet alleen Gijs uit, maar ook Freddy. Het is wel beter weer. Het was vanmiddag echt strak blauw. Het was zon. En nu is weer grijs. Met regen gelukkig nog niet. Ik heb trouwens van die klap echt zieke hoofdpijn. Die ader is wel weg, though. Maar goed. Gijs zit in een kat. Hermee? Kom. Die trekker. Wat ben jij aan het doen? Hallo. Ik moet morgen dus. Vind jij het wel naar zijn zin? In ieder geval.
Freddy loopt daar. Kom Freddy! Freddy! Met een plaatje. Kom Poes! Kom Freddy! Kom Freddy! Hallo! Ik heb dus vanmiddag mijn hoofd gestoten. En ik heb nou zo'n hoofdpijn. Dat mijn ogen open doen, zelfs pijn doet. Dus ik lig in mijn bed met het licht zoveel mogelijk uit. En Gijsje ligt hier. Bijna. Het doet echt zoveel pijn. Ik kan niet eens hoesten zonder dat mijn kop uit elkaar knalt. Maar goed, ik heb vandaag alleen nog opgeruimd. En dat is het. Ik heb niet gedaan. Ik heb pizza gegeten. En weer Overspel gekeken, want Willem leeft weer. Hij is zo lief, deze hondje. Dus, ik kijk er helemaal, weer helemaal fan. Het is nu 10:10 en mijn moeder is over 2 uur weer bereikbaar. Ik ga maar even wat drinken zo, een paar zitten mond nemen of zo. En dan zien we het allemaal weer.